Welkom bij NL Magazine, ik ben Maurice. En ik ben Ricardo. En vandaag gaan we het hebben over de tv-versterker. Nou Ricardo, dit is dus een tv-versterker. Het lijkt zo hand voor de hand liggend wat het doet, maar toch echt even vragen, wat doet hij nou precies? Nou, wat een tv-versterker doet, die zorgt dat de binnenkomende kabel, het signaal daarvan, dat signaal versterkt naar meerdere tv's in huis. Oké. Nou, is het zo, ik heb dit ook wel eens een keer bij een café zien staan, dus die lagen ze ook rond. En volgens mij was het een heel groot scherm was of zo. Zijn dat dezelfde dingen dan, die dan echt het beeld als sterker maken? Ja, wat er veel wordt gedaan is als we een aardige... ja, laten we zeggen, nou, we gaan niet over kilometers hebben het er eigenlijk over, maar echt over tientallen tot misschien wel honderdtallen meters. Dan gaan we zo'n signaal verliezen. Dus de langer die kabel gaat worden, dus te meer signaal we gaan verliezen. En wat doen ze dan? Gaan ze binnen zo'n 100 meter, willen ze daar nog wel eens zo'n versterker plaatsen. Om dat signaal toch tot stand te houden. Oké. Hey, ik zit even te denken. Ik heb zelf zo'n internetmodem. Daar heb ik dus tv en ik heb daar internet op zitten. Kan ik die ook voor mijn internet gebruiken? Heel anders gaat het internet daar niet sneller door, maar is dat, dat niet. Het is werkelijk bedoeld voor alleen een tv-signaal. Ja. En dan zou je zeggen, ja, door dezelfde kabel komt ook mijn internet. Nou, en dat is helaas zo, dat is een digitaal signaal wat daardoor komt. Het is er zit heel wat achter, maar het is ook niet aan te raden om de modem door zo'n versterker te laten versterken, ook niet. Oké. Dus ik zou zeggen, zorg ervoor wanneer de binnenkomende kabel, ga daar de versterker nog niet meteen op aansluiten. We krijgen van onze provider altijd een splitter. Ja. Waar we op één kant van de splitter de modem kunnen aansluiten. En de andere kant van de splitter kunnen we de tv aansluiten. En zorg ervoor dat we de versterker ook aan de ene kant houden voor de tv. En dan kunnen we eigenlijk naar alle tv's in de woning. Oké, dat is duidelijk. Mag ik jullie bedanken voor deze duidelijke uitleg. Heel graag gedaan. Oké. En nu ook weer bedankt voor het kijken. Tot ziens.